Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 23 april. Gisteren werd het nog zo'n 25 tot 28 graden, vandaag moeten we het met 10 graden minder doen. Wel zijn er even goed flinke zonnige perioden, zeker vanochtend. De temperatuur ligt dan tussen de 12 en de 13 graden en er waait een matige, soms vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op en wordt het zo'n 13 tot 18 graden. Wel zijn er dan stapelwolken, maar het blijft overal droog. Vanavond zijn er eerst wat opklaringen, later op de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de nacht kan er dan af en toe wat lichte regen gaan vallen, met name in het noorden. Vanavond ligt de temperatuur zo tussen de 10 en de 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt weer in een groot deel van het land, met name in de noordelijke helft. Er valt af en toe wat regen of motregen. In het zuiden breekt de zon ook af en toe door en kan het nog zo'n 18 graden worden. En de dagen erna blijft het wisselvallig weer. Met temperaturen over het algemeen zo rond de 14 graden. De wind blijft uit het westen waaien. En iedere dag kan er wel wat neerslag vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne maandag.